gamen. Vooral jongeren kunnen er niet genoeg van krijgen. Ook veel jongeren met autisme zijn verzot op gamen. In veel games beleven de hoofdrolspelers allerlei avonturen. En de gamers zelf? Tja, die zitten stil, op een stoel, urenlang. Nee, gamen levert weinig lichaamsbeweging op. Weinig gezondheid dus. Maar kan het anders? Dat gamers zelf de hoofdrol spelen in een game. Zelf rennen, klimmen en klauteren om te winnen. Dat is pas goed voor het lichaam. Dit zijn scènes uit de kartfabriek in Utrecht. Daar kun je zelf meedoen in games. En dat gebeurt allemaal in deze fabriekshal. En in een van de ruimtes werd een brainstormmiddag gehouden voor jongeren met autisme. Bedenk je eigen real-life game. De middag werd georganiseerd door Springlab en WOW. Springlab houdt zich bezig met producten die mensen in beweging brengen. En WOW stimuleert innovatie vanuit gebruikersperspectief. Kunnen we een real-life game bedenken voor jongeren met autisme en die ze daarmee in beweging brengt? Ik heb even drie dingetjes opgenoemd waarvan ik denk, laten we daarop focussen, dat je ook thuis kan spelen. Dat het niet... Dit is Merle. En dit is Maarten. Beiden hebben autisme en waren uitgenodigd door Dr. Leo Kannerhuis om mee te denken over een nieuwe game. Gaan met elkaar over brainstormen. En vooral is de bedoeling van de middag heel veel plezier hebben met elkaar en ook in de brainstorm. Volgens mij moeten we dus dingen bedenken waardoor mensen in beweging komen. Dat heb ik net gehoord ook. En verder gaan we nog in zo'n soort ruimte waar we opgesloten worden. En daar moeten we dan uitzien te komen, maar hoe dat moet, dat weet ik nog niet. Maar voor goede ideeën heb je inspiratie nodig. En dus ging de hele groep eerst zelf gamen. Op naar Prison Island. Zo in te gaan is eigenlijk heel simpel. Je houdt zo meteen de sleutel onder het lichtje. Dan gaat het lampje van groen naar rood. Dan kun je de deur open drukken. En dan kun je vervolgens naar binnen gaan. Prison Island bestaat uit 24 cellen. Iedere cel heeft zijn eigen opdracht en daar kun je punten mee verdienen. Nadat iedereen was opgedeeld in groepjes van 4, kon de game van start. Met die paars is er één extra fout bijgekomen. Is dit zo waarschijnlijk? Ja, je moest raadsels oplossen. En de eerste was vragen, de tweede was rekenraadsels en de derde hebben we niet gedaan. We gingen naar binnen en toen ging het alarm af dat het niet was gehaald. Naast iedere cel hangt een bord. En daarop kun je lezen wat voor soort opdracht er achter de celdeur schuil gaat. Sommige zijn fysiek inspannend, andere stellen vooral je hersenen op de proef. Op deze manier gamen levert veel beweging op, zo blijkt uit onderzoek. Net zo inspannend als sporten. Een leuke manier dus om in beweging te komen. Met die tunnels kruipen, daar zweet ik wel een beetje van. Maar dat is meer omdat het een beetje warm was, denk ik ook wel. En het was vooral ingewikkeld. Meer dat je niet precies wist wat je moest doen of dat je dingen moest zoeken en dan niet kon vinden. Ja, maar ik vond het wel leuk. En ik zat dus bij een groepje, wat die andere drie kende ik nog niet, dus dat was ook even wennen, maar dat ging wel goed. Ja. En als afsluiting was er natuurlijk nog een groepsfoto. Terug naar de garage, want er moest ook nog gebrainstormd worden. Tot een eigen game te komen. Jan-Paul, lijkt dan een beetje uit, zeg maar, voordat jullie hier gingen. Er moest immers een nieuwe game worden bedacht. En voor die game waren dit de voorwaarden. Je moet thuis een speler zijn.
Dus je kunt geen hele fabriekshal gaan verbouwen voor je game, tenzij je heel groot woont natuurlijk. Je moet het alleen kunnen spelen, dus het moet leuk zijn om alleen te doen, maar ook eventueel om samen te kunnen spelen. Je hoeft het niet met 60 man tegelijkertijd te kunnen, maar zo. Nou, kijk, denk daarover na. En het moet leuk om elke dag weer te doen. Met de inspiratie van Prison Island leek dit een makkelijke klus. Aan iedere tafel werd volop gediscussieerd en geschreven. Want ieder groepje wilde eigenlijk wel de origineelste game verzinnen. We hebben een spel bedacht. Het doel is om de prinses te redden. En je gaat het spelen door sensoren aan je handen en aan je voeten te doen. En daarmee ga je dus bewegingen maken. En dan op die manier gaat jouw avatar, die gaat dan die bewegingen ook uitvoeren. En daarmee kan je dus opdrachten doen in het spel. En eindelijk was het zover. De presentatie van de games. Maar je moet eerst weten waar die is. Nou, met alleen maar warme koude duurt het heel lang. Een avonturier en heb je van alles leuks moeten doen en moeten bewegen. Waardoor je dus een doorgewinterde avonturier wordt. Ja. En Maarten, ja, die wilde heel graag vertellen over hun nieuwe game. Nee. Het heet Princess Edding 400. En het doel van het spel is om de prinses te redden. Hoe je het gaat doen, je hebt sensoren aan je handen en aan je voeten. En door verschillende bewegingen te maken, kan je met je avatar verschillende elementen besturen. Ja, en verder, hoe toffer je beweging is, hoe meer punten je kan verdienen. Het was een leuke middag. En misschien werd hier wel de basis gelegd voor een game die over enige tijd de hele wereld verovert.